Goedemorgen, ik heb even een make-upje opgedaan en ik vind deze highlighter echt super mooi. Ik weet niet of je hem ziet, maar er zit een beetje een touch of pink in. Love it. Even mijn haar doen en dan ben ik klaar voor de dag. Oké, dan. En nou ga ik heel snel beginnen met een artikel, want die moet ik even snel doorlezen. Het is inmiddels lunchtijd en ik lunch vandaag met een appel en pindakaas en twee boterhammen met hummus en sambal. En ik heb zojuist tijdens de lunch ook eventjes mijn nieuwe tweetblazertje op Instagram gezet. Super blij mee. Hi, lig je lekker? Zit je in liefde wachten tot ik klaar ben met werken, hè? My under the desk situation. Good morning, het is woensdag en ik ben me even aan het aankleden. Althans, ik heb me aangekleed. Maar ik moet zo nog even mijn schoenen aandoen. Ik ga even een geurtje opdoen. En dat wordt vandaag Daisy Dream van Marc Jacobs. Lekker vrolijk, want buiten is het behoorlijk somber. Oké, dan ga ik nu eventjes mijn schoenen aantrekken en dan zal ik jullie eventjes snel laten zien wat ik aan heb vandaag. Voordat ik de deur uit ga. Ik heb vandaag aan dit witte blouseje met een zwart randje aan de binnenkant. En dit detailvlak. Dan heb ik onder mijn leather look rokje. En mijn zwarte overknee boots. En dit leren riempje heb ik er omheen gedaan. Het is een leren lakriempje. Vond ik wel een leuk detail. En daar draag ik mijn vaste polssieraden bij. Mijn ringen. En ik heb op mijn nagels een nude kleurtje. Pip is niet eens met de regen buiten. Het is inmiddels alweer 7 uur geweest. Ik ben de hele dag keihard aan het werk geweest. Dus ik heb eigenlijk verder niks tussendoor gefilmd, omdat het niet zo interessante beelden zijn natuurlijk om te zien voor jullie. Ik heb net mijn laatste vlog gemonteerd, hij is nu aan het uploaden. En ik ga nu snel mijn koffer pakken, want ik ga weer een aantal dagen weg. Ik ga weer naar Amersfoort en ik neem jullie mee. En ik ga weg tijdens het paasweekend, zoals je wel begrijpt, dus alle kasten zijn open. Ik moet al mijn outfits bij elkaar gaan zoeken. En ik neem voor 5 dagen... Niet 1 koffer mee, maar 2. Yes. Nou, bepakking bezakt. Maar we are ready to go. Oké, je zit niet dicht. Oh, jij zat al vast? Ga ik je mee? Zo. Kom maar. Ik zit sinds een paar maanden weer voor het eerst in de trein. En wij zijn onderweg naar Den Haag, want we gaan een dagje shoppen. Dit is dus echt geniaal voor onderweg. Spiegel en borst in één. Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij het station Gouda. De Gouda kunt u over een stap vanaf de sprinterling met de telefoon. We zijn er. Dat kan niet missen met die torens. Thank you.
Wel wat onder. Spijkerbroek, donker kleurtje. Check. Ook wel een leuk printje. I'm the desert.